Vandaag is de grappige dag. Laat ik even iets verder van de camera zetten. Vandaag is het echt grappige dag. Vandaag is het draag geen broekdag. Ja, ik weet niet wat voor tafereel je dan krijgt op straat. Maar ik heb maar gewoon een broek aangetrokken vandaag. En er is nog wat meer aan de hand vandaag. Het is vandaag ook bellenblaasdag. Internationale bellenblaasdag. Dus je mag zonder broek gaan bellenblazen vandaag. Kan een optie zijn, maar ik zou wel... Nou, je zou het in de tuin kunnen doen als de buren er geen last van hebben. Er is nog wat vandaag. Moet ik even spieken. Oh ja. Internationale anti-dieetdag. Dus vandaag hoef je even niet op je lijn te letten. Dat is een goed idee. Vandaag kan je gewoon gerust een taartje nemen. Of ergens een frietje gaan eten. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken. Of tenminste, zonder dat je jezelf ter verantwoording moet roepen daarvoor. Want het is vandaag anti-dieetdag. Dus vandaag hoef je even niet te diëten. Wat zullen we eens gaan tekenen? Een broek? Nee, het is vandaag anti-broekdag. Dus draag geen broekdag. Misschien moeten we bellenblaas gaan tekenen. Zullen we dat eens doen? Hoe teken je nou zo'n bel? En die schittering daarop. Goed idee. Teken je weer mee? Ja, vandaag is het draag in broekdag. Nou ja, dat ga ik niet tekenen. Ja, ik kan iemand in zijn onderbroek gaan tekenen, maar dat... Ja, want dat is ook weer een broek. Dus geen draag geen broekdag, dat is dan echt in je blote billen. Gaan we niet tekenen. Het is vandaag ook bellenblaasdag. En het is internationale anti-dieetdag. Anti-dieetdag. Dan hoef je dus even vandaag niet aan je dieet te denken. Dat is al fijn. Maar, ja, dat is ook wel een beetje feestelijk natuurlijk. Dus laten we dan die bellenblaas eens gaan tekenen. Hoe zie je zo'n bellenblaas... zo'n bellenblaaspotje is natuurlijk... Vrij simpel. We zullen meestal al langwerpig potje met een schroefdeksel. Nou, die moet er niet op zitten als je gaat bellenblazen. Dus die laten we eraf. Ja, er zit een beetje een voetje onder, zodat hij niet zo makkelijk omvalt. En er zit iets van een etiketje op. Goed. Er zit een stokje bij om te blazen. Hoe ziet het stokje eruit? Dit is vaak de deksel, hè, van het potje. Ik heb het er ook helemaal niet voor me, hoor, nu. Dus ik teken gewoon nu even uit mijn hoofd. En dan zit daar zo'n... het bestaat uit van die... Zo'n houdertje met van die ribbeltjes. Waar goed dat sop tussen blijft hangen. Zodat je mooie bellen kan blazen. Zoiets is het, hè. En het zit ook nog verbonden, hoor, met elkaar. Dus goed, dit is een bellenblaas. Nou, die bellen, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal... cirkels. En daar zit een reflectie in. En er zitten misschien nog wel meer reflecties in. Zo. En in verschillende maten natuurlijk, die bellen. Ja, en als je één keer een reflectie hebt getekend, moet er diezelfde reflectie in al die ballen terugkomen. Dus je kan het ook simpel houden, hè? Dus gewoon zo. En dan dat steeds terug laten komen. Eén reflectie en een streepje. Bellen aan elkaar, ja, dat is ook nog wat apart. Want als je dan een bel hebt, dan zit de andere bel op. Dan zit die een beetje zo en dan zo, hè. Dus dan zit dat een... krijg je een beetje, ja, dat plakt aan elkaar, maar bijna met een rechte lijn zitten die bellen dan aan elkaar. Dus zo, en dan een bel erop. En we kunnen ook achter elkaar zweven natuurlijk, die bellen. Dan zit je natuurlijk weer met een andere reflectie.
Nou, feestelijke bellenblaascel. Ik zou zeggen, ga hier ook zelf lekker mee aan de slag. Bellenblaas tekenen. Hier komen wat belletjes uit de bus. Zie je, zo. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!